Adil Ouassar, vandaag gewonnen van Suriname. Ten eerste, ja, leuke wedstrijd, veel publiek. Wat vond je ervan vandaag? Wat ik ervan vond? Nou, niks bijzonders. We hebben weer een wedstrijd achter de rug. Het is leuk voor de jongens uit Suriname en al de mensen die zijn gekomen. En, voor ons is het goed voor de conditie, dus dit nemen we weer mee. Je speelde met een aantal jongens die misschien niet in de basis gaan starten. Tenminste, dat leek mij niet. Verwacht jij dat jij wel in die basis kan spelen op die positie centraal achterin? Moet je even trainer roepen, moet je aan hem vragen, niet aan mij. Ik spreek Henk inderdaad zo, dus zal ik het aan hem vragen. Voel jij je lekker bij die positie in de 5-3-T? Dat je wat kan inschuiven in het middenveld en kan bijkomen bij de verdediging? Ja, wij hebben vorig jaar bij Roda ook zo gespeeld, dus voor mij is het niet echt iets nieuws. En de voorbereiding tot nu toe voor jou? Fijn dat er zoveel wedstrijden zijn. En zijn deze wedstrijden nou lekker? Of vind je dit moeilijk om je te motiveren voor dit soort wedstrijden? Deze wedstrijden moet je gewoon heel doorheen komen. En je moet de taak uitvoeren die je van training hebt gekregen. En daarbij wen je weer elke wedstrijd weer meer aan elkaar. En daarmee is denk ik alles gezegd. Ja, en aan elkaar wennen, dat lukt dus wel tot nu toe? Ja, zeker. We hebben een leuke groep en we doen het goed. Dus laten we hopen dat we dat vast kunnen houden. Ben je er al aan toe dat het enigszins serieus gaat worden? De voorbereiding duurt natuurlijk lang. Ben je er wel een beetje klaar mee inmiddels? Voor mij mag het wel beginnen, ja. Voorbereiding, met alle respect, is allemaal wel leuk en aardig. Maar zodra je de eerste wedstrijd verliest, dan heb je helemaal niks gehad aan die voorbereiding. Dus uiteindelijk gaat het om de eerste wedstrijd in de competitie. En de voorbereiding is leuk, maar uiteindelijk telt dat niet mee. Ja. Je hebt zelf bij Roda, wat je zei, al gespeeld in de 5-3-2-formatie. Merk je ook dat je teamgenoten het lekker vinden of moeten zij er iets meer in komen? Nee, je doet eigenlijk gewoon wat trainer je opdraagt. En in dat opzicht gaan we met z'n allen mee, we hebben er allemaal vertrouwen in. En we hebben allemaal jongens die hard willen werken en die gewoon doen wat hun wordt opgedragen. Dus in dat opzicht zijn er geen jongens die ermee zitten of wat dan ook. Dan verdedigend gezien, wel twee tegengoals vandaag. Ja, kijk je daar nog heel serieus naar of vallen die, kan dat gebeuren in zo'n wedstrijd? Heb je ze gezien? Ja, ik heb ze gezien. Nou, wat vind je ervan dan? Penalty was niet helemaal terecht. Zo hoef ik er niet op te antwoorden, denk ik. Nee, precies. Dus onterecht de goals? Nee, de tweede vond ik geen penalty. De eerste was een beetje klungelig. Die schiet hij tegen mij aan en op een gegeven moment eindigt hij in een goal. Maar nogmaals... Geen zorgen daarover? Nee, ik kan daar niet door de druk om maken.